is je logistieke partner met een enorme voorkeur voor vervoer over water. Van binnenvaart tot drijvende opslag. Onze internationale klanten noemen dat de inland shipping en floating storage. Wij hebben hier een vloot van om en bij de 40 duwbakken. Die wij met name gebruiken in de zeehavens om bepaalde ladingstromen op te slaan. De capaciteit van onze autoschepen die variëren tussen de 450 en de 540 auto's. Dan moet je je voorstellen dat normaal gesproken op 45 vrachtwagens geladen moet worden. Dus en in één keer binnen 24 uur staan deze auto's dan in de losplaats Vlissingen Antwerpen. En wat is nou het verschil tussen RoRo en andere ladingstromen? Het proces is eigenlijk hetzelfde. We brengen een bepaalde ladingstroom van A naar B. Het zijn alleen verschillende specialismen. Voor RoRo heb je een schip nodig met veel vierkante meters. Voor andere ladingstromen zoals bulk of breakbulk heb je weer andere type schepen nodig. Cellulose willen we graag afdekken met luiken, dat het altijd waterdicht is, mooie schone ruimen. Zo kent elk specialisme zijn specialiteit. Wij varen vanaf Zuid-Duitsland, Wörth, Mannheim, ook via Keulen. En dan varen we naar de ARA-havens zoals Vlissingen, Rotterdam, Antwerpen. We varen ook binnen Antwerpen bijvoorbeeld, van kaai naar kaai, om daar een partij auto's over te zetten. We varen van Vlissingen naar Rotterdam, om daar auto's heen te brengen. Eigenlijk waar gewenst. Toekomstbestendigen. Ja, de markt is veel kleiner. Zand heb je voor elk bouwproject heb je zand nodig. Dus daar zijn de miljoenen tonnen. Dus in volume is dat dan toekomstbestendiger. Maar zolang wij als de wereld in een auto blijven rijden, of die dan hybride, elektrisch, waterstof is, er zijn auto's nodig en die auto's worden gemaakt, is die markt gewoon toekomstbestendig. Bij voorkeur heb ik wel graag dat ze die fabrieken aan het water bouwen. Als we over de autotransporten hebben, dan hebben we het bijvoorbeeld over Ford. We doen Hyundai, we doen Dodge's, we hebben Nissan gedaan, doen we tussendoor ook nog wel eens. Sommige op contractbasis en andere on the spot. Niet alle fabrieken staan aan het water. En als we dan toch het transport over water willen hebben, dan moet je gewoon met andere modaliteiten samenwerken. Dus truck, trein, ja, dat doen we allemaal voor transport, na transport. Indien gewenst organiseren wij dat voor de klant. En soms maken we samen met de klant ook een strategische keuze om multimodaal de ladingstroom aan te bieden. Zeker na 2018 het extreme lage water. Ook al konden wij onze klanten continu bedienen, schiet de klant toch in de stress als de waterstanden zo dusdanig worden dat het technisch niet meer mogelijk is om te varen. Bij Ford bijvoorbeeld, daar hebben we drijvende opslag liggen. Er liggen 5 schepen en 2 bakken. Ford rolt hun auto's van de band af, van de productieband af, op onze schepen. Dat betekent dat zij gewoon heel veel minder terrein nodig hebben om hun auto's op te slaan. Dat is gewoon een heel groot voordeel. Dat is voor hun heel veel goedkoper. Er zit nog een voordeel aan, dat de handling is ook maar één keertje. Direct van de productieband op het schip. En zodra het schip vol is, kunnen we gaan vertrekken met 450 tot 540 auto's. Ja, recent is een van onze autoschepen met pensioen gegaan. Toen hebben we een leuk rekensommetje gedaan. Dat schip heeft in de carrière bij Interrein meer dan 700.000 Nissantjes en Fortjes vervoerd. Dat zijn bij elkaar 70.000 trailers. Als je al die trailers achter elkaar zet, heb je een file van 1150 kilometer van hier naar Marseille. Ja, daar is op het water gewoon ruimte genoeg voor. Ja, de conclusie is eigenlijk dat vervoer over water is sowieso groener. Het is slimmer, het is goedkoper en uiterst betrouwbaar.